De sensor met, ja, het eindstuk gebroken kabel is duidelijk. Het is nu 10 uur 's ochtends zo'n beetje. Want ik moest om 10 uur beginnen. Ik heb me om 10 voor 10 aangemeld. Ja. En waar ben ik nu? In Friesenveen. Dus ik ben nu eigenlijk aan het werk al voordat ik moet beginnen. Dat is vreemd. Hé, maar ik heb wel een hart voor de zaak. Maar ik sta naast iemand hier in Friesenveen met pech. Naast wie sta ik? Naast Aron Steerhuis. Meneer Steerhuis. Hoi. Je hebt een probleem met jouw hele mooie... Even laten zien. Ik vind het echt een mooie auto. Ja, ik weet het wel. Het is weer een Ford. Ik rijd zelf op Ford namelijk. Oh, okay. Je hebt een probleem met jouw met jouw Ford Fiesta. Wat deed hij? Nou, er begonnen lampjes te branden van dat de ABS het neermaal deed. En ik wilde graag naar huis. Hij wilde graag naar huis. Hij had nachtdienst gehad, zeg maar. Hè? Slaapdienst. Zeker, ja. En je komt bij de auto en in één keer... Allemaal vreemde lampjes. Ik ga hem eerst eens even uitlezen. Kijken wat hij aangeeft. En dan verder kijken wat de mogelijkheden zijn. Meneer Slaat, hoe maakt u het? Goed zo. Ik zit al met die grote bouvier aan het uitlaten. Goed zo. Zo, in de auto. Tablet er weer bij. Op zoek naar diagnoseaansluiting. Auto op contact. Kijk, de muziek gaat aan. Die zet ik even uit. En wanneer ik het contact inschakel, geeft hij gelijk aan dat er een storing is van het ABS. En die ga ik even uitlezen. Een storing aanwezig. En wat voor storing? Snelheidssensor wiel links achter circuit open kortsluiting naar plus. Oké. Daar maar eens even naar kijken. Links achter de sensor. Onder de auto een hele mooie veer. En wat schetst mijn verbazing? Wat ligt hier los? Een kabel in 2 stukken. Die kabel is doormidden. En die kabel is gewoon, ja, laten we maar weer zeggen, doorgevreten door een steenmatter. Dus het is helemaal niet schokkend, dit probleem. Ik denk dat ik het ook eens even zelfs definitief waarschijnlijk kan repareren. Dan haal ik een sensor en een kabeltje er even af en soldeer hem even met een beetje krimko. Dat heb ik toevallig nog bij me. Ja, normaal als de band leeg is, doe ik er maar 1 blokje om. Maar nu, ja, hij staat nog op zijn volle wielen. Hij staat nog op volle wielen, ja. Mooi, hè? Dan moet ik ook even dat spul. Goh. Nou, meestal zoals je het nodig hebt, zeg ik altijd. En als je hem hebt, heb je hem vaak nodig. Je kunt hem beter niet... Ja, nee, dat is ook wel weer zo. Dat heb je ongelijk in. Af. Kijk, ene kant sensor, andere kant sensor. Nou, het lijkt wel wireless nou op dit moment. Ik klik hem even los hier. Makkelijker gezegd dan gedaan soms. Kunststofclipjes in de autoland, jongens, die zijn altijd vervelend. Zo, daar is 1. Hier zit een stekkerverbinding. De kabel met het uiteind. Nou, ik haal hem er even af. Het is even wat makkelijker met montage. De sensor schroef ik even los. Dat is een bootje. Bootje eruit. En ik heb de sensor in de hand. De sensor met, ja, het eindstuk gebroken kabel is duidelijk. Ik zal hem eerst eens even een beetje voorzichtig droog proberen te maken. Want het zijn hele dunne kabeltjes. Kijk,
kijk eens. Even mijn bankschroefje erbij pakken. Iets makkelijker solderen zo. Zo. Mooi blank gemaakt. En ik heb nog een stukje krimkous bij me. Puur twee soorten zelfs, dikker en dunner. Groot stukje krimkous doe ik er even omheen hier. Die dekt gelijk straks mooi mijn andere verbinding af. Want, nou, hier doe ik er ook eentje omheen. En straks schuif ik die andere er zo overheen. Zo. Nu eerst even de soldeerbout. Soldeerbout. Soldeert in. Ik heb hier in de bus twee aansluitingen. Het is trouwens een 12 volt soldeerbout, voor ons heel makkelijk. Plus 30 is constante stroom, daar doe ik hem even aan. Dan moet ik hem even warm laten worden. En als die warm is, dan kan ik natuurlijk voelen met de tong. Dus. Nou, ik ben benieuwd of hij warm is. Zo te zien wel. Kijk eens. Mooi vast. Mooi in elkaar. Nou, dan schuif ik die kleine. Deze schuif ik eroverheen. Zo. Pak ik even een aansteker. Deze feitelijk dicht en nu die andere eroverheen. Ik laat hem even iets afkoelen. Waait net iets te hard buiten de bus. Hier kun je het misschien net iets mooier. Ja, dit gaat mooi. Het blijft mooi spul, dat krimkous. En nou zou de perfecte, echt perfecte oplossing zijn, maar die heb ik dus niet. Een krimkous met een lijm. Met een lijm. Maar het zit er precies mooi overheen zo. Een krimkous met een lijm blijft namelijk ook nog eens de afdichting 100% waterdicht. Ik zeg altijd, nu is het 99,9%. Maar ik vind het goed. Voor nu. Ja, en eigenlijk ook wel voor altijd. Hij kan er weer onder. Daar zit hij.
Zo, de klus is geklaard. Ik ga weer verder. Oh nee, ik moet natuurlijk wel even de storing wissen. Laat ik dat nog even gaan doen. Goed. Sleutel in het contact. En ik heb hier... Nou, het mooiste is, het lampje is zelfs al uit hier. Van het systeem. Wanneer ik de foto opnieuw laad, zal hij waarschijnlijk zeggen dat hij opgeslagen is. En dat doet hij. Nou, foto wissen. Klaar. Storing opgelost. In ieder geval, geen onderbreking meer. Nou, sensor zal het doen, geen probleem. Ik laat meneer even een korte proefrit maken. En als alles goed is, dan wens ik hem een goede reis. Nou, Aaron, proefrit gemaakt. Top. Alles... Het was mooi, alles blijft uit. Alles werkt weer. Wat vond je ervan? Heel leerzaam om een keer te zien zo, van heel dichtbij. Ook nog mooi. Ik zou zeggen bedankt dat ik er een vlog van mocht maken. Dat natuurlijk ook, hè. Want ja, een pechgeval kan wel wat langer duren natuurlijk op die manier. En ja, daar moet de mogelijkheid er wel zijn. Krimkozen hebben we in die standaard bij ons. Ik heb geluk dat ik het bijmaat en een beetje solderen. Nou, je kon het zien, voor mij is het natuurlijk een relatief kleine ingreep. Waardoor het eigenlijk goed is. Tuurlijk, nu zullen sommigen zeggen van je moet helemaal een nieuwe sensor monteren. Nou, voordat die weer stuk gaat, voordat daar water in komt, denk ik dat het nog een heel eind goed gaat. Goed, bedankt voor het kijken. Like mij en mijn collega's op de welbekende kanalen. En tot de volgende keer.